Wat heb jij voor jezelf bedacht wat je moest gaan hermaken? Ik heb gekozen voor Ronnie Flex, plek als dit. Waarom Ronnie? Waarom Ronnie? Waarom niet? Waarom niet? Ja, dat, vraag, dat is eigenlijk bijna precies antwoord geven. Waarom niet? De enige vraag die je zelf moet stellen bij Ronnie de baas Flex. Maar waarom die track dan? Om die Surinaamse percussie. Aha. Jij wilde lekker boeken. Boeken. Niet zo, maar ja, ik wil gewoon losgaan. Okay. Hey, hoe heb je het nummer genoemd? Maybe. Zullen we hem gewoon lekker doen? Yes. Dus ga niet in je feelings. Oh, dit is geen love song. Vandaar die afstand. En misschien voel ik je stiekem. Misschien kijk ik het aan. Misschien wacht ik op liefde. Misschien maybe. Yeah. Ik zie de dans, hoe gaat de keer in? Ik doe zelf ook mijn moves, ik camoufleer het. Verstop me, toch vind je me elke keer. Hij is ziek in de club sinds we arriveren. Feeling, jij voelt me ook en is killing ya. Zeg me waar ga jij heen? Ren naar de bar, niet te fill it up. Niet te coachen, ik leef het. Doe een proost op het leven. Oh, ben met mijn lady in it. Good vibes, dus ga niet in je feelings. Oh, dit is geen love song, vandaar die afstand. En misschien voel ik je stiekem. Misschien kijk ik het aan. Misschien wacht ik op liefde. Misschien, maybe. Ben je dan van mij? Jij ziet competitie, maar dit is geen wedstrijd. Jij zet je stap en ik kan staan kijken. Twee linkervoeten, toch kom je tegen mij staan. En pak me bij mijn waist dan. Hij weet ik fok niet met een weesman. Jij zet je stap en ik kan staan kijken. Ja, mevrouw Sparkle ging hier helemaal. Ja, die heb ik al gemaakt en die werkte toen al niet. Dus we gaan meteen door naar het juryoordeel. En dan begin ik nu eens een keer bij Rochelle. Oh jee. Ik denk dat ik de productie toffer vond dan wat je erop hebt gedaan. Ik had, maar dat is misschien heel persoonlijk. Ik zou als ik jou als de koers hoger hebben gepakt en er echt een feestje van hebben gemaakt. Mm-hmm. Dat miste ik. Ik vond het wel heel leuk dat je die waar ga je heen lines pakte. En er was nog eentje die herkenbaar was. Dat is slim. Dus ik weet het niet. Oké. Okay. Nou ja, naast jou zit Nicole Bus. Tot nu toe hebben jullie eigenlijk continu een andere mening. Is dat nu ook weer zo? Zeker wel. Het enige wat ik heb, doop. Dat je van Nederlands naar Engels ging. Dope flow, vocale kleur, doop. Vocal quality is ook nice, want je ging het laatste refrein, pakte je hem een octaaf hoger. Vond keihard. Ja, je vocal abilities zijn gewoon zwaar on point. Dit was zeker een van mijn favorieten. Oké, okay, ik zie Lady B. Ik ben het eens met Nicole. Okay. Timing goed, goede variatie zat erin.
Ik snap alleen de titel niet. Waarom maybe? Waarom niet misschien? Weet je waarom? We hadden net die... Oké, dus misschien. Als ik misschien had gezegd, hadden jullie al geweten van... Oké, ze gaat Nederlandstalig en misschien voel ik je... Maar maybe zou die denken, oké, misschien gaat ze Engels. Wat is maybe? Je dus had mij. Ik dacht dat ze Engels ging zingen. Ja, dat dacht ik dus ook. Ja. Was een verrassing. Daarom. Nee, ik vond het goed. Thanks.